Dit jaar wordt een historisch jaar. En ik hoor u denken, oké, dat zegt hij ieder jaar. Maar ik denk dat het ook dit jaar wel echt waar is. Ik meen het heel oprecht. En ik denk dat u allemaal al tot de conclusie was gekomen. En ik zal het toch eens in herinnering brengen waarom dit een historisch jaar is. Het is het jaar van de tweesprong. We kunnen dit jaar twee richtingen uitgaan. Met ons land, met Vlaanderen. En de richting die de Vlamingen zullen kiezen, zal bijzonder bepalend zijn voor onze toekomst. Op 25 mei wordt de keuze bepaald. Ofwel verder aanmodderen met het PS-model, of durven kiezen voor de verandering van het N-VA-model. Ik kan dan wel zeggen dat wij asociaal zijn. Ik zal u vertellen wat volgens mij echt asociaal is. Het is beleid van de federale regering. Deze toestand is het resultaat van 25 jaar PS-model en voor sommigen is het blijkbaar nog niet genoeg. Nochtans zakken we weg op de internationale concurrentieladders. Staat de koopkracht van de mensen onder druk? Betalen we inderdaad steeds meer belastingen, maar krijgen we geen betere overheid in ruil? Betalen we heel veel sociale bijdragen, maar is die sociale zekerheid vandaag niet meer sociaal en ook niet meer zeker? Het beleid dat de PS voert, is wellicht het meest asociale beleid dat je kan voeren. En als we... En als men ons dwingt inderdaad, zoals sommigen willen, om daarmee verder te gaan, dan zijn wij, de Vlamingen, als het orkest op de Titanic. Wij mogen rustig blijven spelen, terwijl men het schip in de diepriek jaagt. Als wij onze welvaart en ons welzijn willen behouden en versterken, dan is er verandering nodig. De verandering die wij voorstellen. De keuze tussen het PS-model of het N-VA-model. En dat is een ingrijpende keuze. Want wij moeten ons sociaal systeem betaalbaar houden. Wij moeten de stijgende kosten van de vergrijzing opvangen. En dat kunnen we alleen als we een ander beleid voeren. Een beleid gericht op mensen die willen werken, sparen en ondernemen. Een beleid dat verantwoordelijkheid beloont en zorg draagt voor wie het echt nodig heeft. Een beleid dat de lasten verlaagt, de schulden afbouwt, de overheid afslankt. En een beleid, last but not least, dat ons een staatsstructuur geeft dat deze hervormingen kan verankeren. Want wij kunnen wel. Wij kunnen en wij durven beslissingen nemen die terug ruimte geven aan economische groei. Maar wat als dan 5 jaar later de PS terugkomt om alles, die dan terug om de hoek komt piepen, om al die maatregelen terug te draaien? Het is al eens gebeurd. Dan zijn we terug bij af. Dan begint alles weer van voren af aan. Zonder het confederalisme zijn de sociaal-economische maatregelen die wij voorstellen altijd onder voorbehoud. Altijd onder voorbehoud. En misschien is het zelfs waar dat de staatshervormingen ons geen performanter land hebben opgeleverd. Maar laat ons de juiste les daaruit trekken en de omslag naar het confederalisme eindelijk maken. Want het Belgisch recept van Europa, niet besparen, meer uitgeven dan de economie kan groeien en dan maar meer belastingen heffen, is het recept voor rampspoed. Het is tijd voor een ander beleid, tijd voor een ander land. Gevraagd om gast-dj te zijn vanavond. Ik mocht de eerste serie platen draaien hier in de Vijf op gang trekken. De allereerste plaat voor mij was toch School is Cool, een Vlaamse groep met New Kids in Town. We zijn zo'n beetje de New Kid in Town natuurlijk als N-VA in het federale wedstrijd kegelspel. Maar vooral ook School is Cool, omdat we dit jaar enorm zwaar ingezet hebben op onderwijs. Ja, 2013 is toch wel het jaar geweest dat we ons als partij lokaal verankerd hebben na de verkiezingen van 2012. We hebben heel hard ons best gedaan in heel veel steden en gemeenten en daar beginnen nu toch wel de resultaten van te komen. Echt heel goed onderhandeld vind ik van mezelf, bijvoorbeeld in Antwerpen, om heel veel meer middelen binnen te halen voor sociaal beleid. Maar niet alleen in Antwerpen, ook in andere steden en gemeenten hebben we dat gedaan. En dat de mensen nu ook wel lokaal zien dat het echt wel anders is met N-VA aan het roer. Wat mij is bijgebleven in 2013, dat is... dat ik gemerkt heb, onder meer door mijn tournee, dat de mensen heel goed beseften
waar het voor dit land, voor Vlaanderen, op staat. En ik denk eerlijk gezegd dat ze dat ook wel zullen onthouden met het oog op 2014. Het congres en niks dan. Het congres is voor mij het eerste waar ik naar kijk. Ik weet wel dat er ook nog zoiets, de 25e mei, dat er ook nog iets te doen is. Maar mijn horizon reikt momenteel niet verder dan eind januari, namelijk 31 januari. Dat congres, dat is momenteel echt het allerbelangrijkste. Want dat is heel belangrijk naar dat volgende evenement toe, namelijk daar in Meijerges, die zondag, waar we hopelijk ook paraat zullen staan. De grootmoeder van alle verkiezingen, ik wens ons een eclatante overwinning toe. Ik wens ons toe dat we de leiding nemen van de regering en in Vlaanderen en in de federale staat. Die laatste om die gronde hom te vormen, om grote hervormingen door te voeren, economisch, sociaal en ook confederaal. Wel, wat ik de N-VA toewens is dat we er eindelijk voor kunnen zorgen dat de Vlamingen na mei 2014 het beleid krijgen waar ze voor kiezen en waar ze zo lang al voor gekozen hebben. Dat we eindelijk van die PS afgeraken. Ik denk dat het heel belangrijk zal zijn, je kunt de verkiezingen winnen, maar je moet ook de onderhandelingen daarna winnen. We hebben 2010 meegemaakt. Laten we dat alsjeblieft niet meer meemaken. Geen 500 dagen meer in een kasteel. Maar vooruit met de geit proberen daar zo snel mogelijk vaart in te krijgen. En hopelijk dat wij incontournable zijn. Dat is de belangrijkste uitdaging. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we een hechte, consequente partij blijven. Die weet waarvoor ze gaat, die weet waarvoor ze staat. En die de moed van haar overtuiging heeft om daaraan vast te houden. En dat we dat constant moeten vasthouden. Dat is een zorg die we voortdurend moeten koesteren. Waar we voortdurend moeten aan werken. Dus ook zeker in 2014 en de aanloop naar die verkiezingen.